even schroot. Stootjes. Papa. Dat ben ik. Ja, ja, dat is meer ik hoor. Maar... Papa. Nee? Papa. Ja. Papa is dat. Komen we altijd maar met twee? Nee, Sinterklaas ook. Ah, dat is Sinterklaas. Oh, misschien moeten we dat eens zien. Dat kennen jullie een lied? Sinterklaas, kom maar binnen of zo. Oh. Ja, kennen jullie dat? Oké, 3, 7, 9, 2. Sinterklaas, kom maar binnen met uw knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel even tijd. Om op u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas, kom maar binnen met uw knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd. Dat u weer naar Spanje redt. Zie je, komen binnen. En we zingen. Is dat ook weer? En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. Zeg, ik kan er nou nog maar zitten. Supergoed gezongen, man. Sinterklaas is met de pietjes om uit te bellen. Stef, ja. Is er soms een plaatsje waar Sinterklaas eens eventjes mag gaan zitten? Hier. Ergens gemakkelijk. Ga ik dan ook terug uitgeraken uit je zetel? Ja. Dus we zullen we wel eens doen. En Elien, wil jij mijn staf eens eventjes wegzetten? Heel voorzichtig in een hoekje ergens dat hem niet omvalt. Hier. Want het is mijn gouden rek bij vandaag, hè. Dus voorzichtig ermee. Daar. Daar. Ja. Maar dat is geen hoek. Ja, heel voorzichtig. Hier, daar, Lienetje, daar. Daar tegen de kast. Hier, ja. Zie maar, doe maar. Dan passen we door voor de fotokadering en zo. Amai, zie je? Ja, zo. Ja. En ik mag daar even gaan zitten, hè? Ja. Zo, hey. Ja, hoe zo. Zie, ik was geschrokken. Ja, iedereen mag erbij komen zitten, hè? Kom, we gaan erbij. Kut. Jawel. Oh, dat is een goed. Sinterklaas. Heeft een kusje gekregen. Kijk, ik heb een kusje gekregen van Zwarte Piet. Van Sinterklaas. Van Sinterklaas, ja. Niet van Zwarte Piet. Ja. Die Zwarte Piet heeft mij laten verschieten. Ja, dat is een beetje een deugd niet, Zwarte Piet. Maar. Zeg, Elina, Stef, kom jullie een klein beetje dichter zitten. Kom, anders hier maar op. Op de grond gaan zitten. Hier, een kussen gaan weten. Een kussen daar zitten, ga maar op de grond zitten. Dat is gemakkelijk. Kijk ook een kussen daarin. Pak dat dan. Elien? Daar. Hoppakee. Oh, plaats. Zeg, Kafoenen. Ik ga op de tafel zitten. Ja. Vertel eens heel eventjes wie dat er allemaal zit. Want ik ken die nog wel van vroeger, maar dat is al lang geleden. Hè? Wie is dat hier allemaal? Wie zit er daar in de zetel? Moeken en mama. Ja. Papa. En gokken. En dan nog een aantal poppen hier. Ja. Oké, maar ja, dan weet ik dat, hè. Dat is gemakkelijk, hè. Elien, weet jij wat dit is? Het boek. Een zwarte boekje. Ja, een boek van Sinterklaas. En weten jullie wat dat er hierin staat geschreven? Ja, zeg het maar, Stef. Als ik stout kinderen zijn geweest. Ja, of dat de kindjes stout zijn geweest of... Nee. Of heel flink, hè. Nu, als ik over jullie moet lezen in mijn boek, moet ik dan bij de flinke kindjes gaan kijken of zo aan de kant van de stoute kindjes? Zo. Wat denk je zelf? Ik denk bij de stoute kindjes. Ja. Ja. Dat niet? Ja. Of zo tussen de twee, zo. Ik kan het boek koppen. Tussen de twee. We zullen eens kijken. Midden van een boek. Het zit toch meer aan de kant van, ja. Van de goeie? Ja, toch wel. Van de braaf. Ah, dat is leuk, zeg. Amai. Dat valt dan eigenlijk, nog mee. Hoppa. Eline, dan moet je zo eens even stop bij mij komen, hè. Als ik over u ga vertellen en lezen. Dag Eline. Alles goed? Ja. Oké. Ik zal eens eventjes kijken. Aha, Eline, jij doet heel flink je best op school. Dat vind ik heel verstandig en heel flink. Zorg eventjes wachten nog. In hoeveelste zit jij nu?
derde. In de derde kleuterklas? Ja. Wacht, dan moet ik even denken. Dat is bij een juf? Ja. Juf Wendy. Juf Wendy. Oh, dat is die super toffe juf. Ja. Wil jij morgen, jij gaat morgen terug naar school, hè? Ja. Wil jij die morgen eens heel veel groetjes doen van mij? Ja. Ze kent mij nog van vroeger. Ze heeft hier vroeger zo nog op mijn school gezeten en zo. Ja. Goed, wil jij dat doen? Ja. Heel goed. Zwarte Piet. Wil jij eens kijken in Elina poortjes? Oei. Oh. Is het koud? Amai, stof en spinnenwebben. Spinnenwebben en stof. Ah, en jij maar, wel iets hoor. Ja, inderdaad, want er staat hier in mijn boek dat ze soms ja, een beetje beter moet luisteren. Maar misschien... Ik zal eens, moet er, ja, probeer dat er eens uit te krijgen, dat stof. Pas op voor je ogen, hè. Want er gaat wat stof uit. Ja. We zijn toch wel... Okay. Ja, nog een beetje. De buisjes, ik denk dat ze beter wordt nu, denk ik. Ja. Misschien nu nog beter. Oh. Ja, ik zie je nu. Ja, je kunt er doorkijken. Ja, nu is het in orde. Sinterklaas is in orde. Nee, dat gaat ook beter, hè? Dat gaat beter zijn. Hè? Het gaat beter, hè? Ja, dat is mooi. Nu, er staat nog iets bij dat je heel graag knutselt en tekent en schildert. Jij bent gewoon een kunstenares, jij. Je moet zo even in de tafel kijken. Daar staat er niet. Ja. Papa. Nee, papa. Oh, dat gaat nog steeds naar. Papa is echt een kunst. Is dat papa, dat is echt een kunst. Ja, dat is serieus. Dat is een kunst. Papa zijn, dat is echt een kunst. Ja, dat is. Nee, ik vind dat we voor ons Elien is heel hard in onze handen mogen. Ah, dank je. Stef. Dat is hier al op Bosco. Dat is hier een beetje verder. Dat is zo aan de kerk daar, hè? Ja. Ja, dat is hier op Bosco. Dat is over de kerk. Over de kerk, juist. En naast het kerkhof, denk ik. En naast het rusthuis. Ja, maar de Sint weet zijn geweest, hè? Ja, je moet zo meteen terug, hè. Als je er binnen wandelt, aan de rechterkant heb je dan het grasveld. En er liggen zo van die autobanden in de grond. Ja. Voor de auto's, dat ze niet op het grasveld kunnen rijden. Ja. Ik ben daar nog geweest vroeger. Misschien. Ja, misschien. Ja, als ik tijd heb, spring ik misschien wel eens binnen. Nu, je gaat graag naar de Giro. Ja. Dat zal wel, hè, want anders heeft hem nu zijn Giro ja, nog niet ja, aan, natuurlijk. Hè. Om 2 uur is het zover. Ja. Dan zal ik een beetje voortdoen, hè, want anders is het misschien nog te laat. Ja. Nu, Zwarte Piet. Je moet hier ook nog eens kijken in de zandborens, hè. Ja. Oh, is wel, ja, dat hangt hier in de lucht, denk ik. Ook stof. Misschien moet je gewoon eens beter poetsen dan. Ja, zo. Je moet dat in een zakdoek oprollen en dan erdoor steken. En dan het er hier uithalen en dan zo eens. Maar ik zal ze nu uitblazen, hè, Stef? Ja. Is dat genoeg geblazen, Stef? Nu, dan gaat dat ook wel lukken. Nee, dat is in orde. Helemaal grijs. Oké, nu ik zie nog iets staan. Oh, hier. Ja. Iets voor in een oog. Een groot Zwarte Piet. Wacht even. Ja, maar het is wel leuk. Ja, dat weet ik. Maar kom maar eventjes terug bij staan, Zwarte Piet. Ja. Want Elien, dit is ook nog iets voor jou. Kom eens eventjes hier. Misschien hebben jullie dat wel, hè? Zoiets. Iets groot, rond, een beetje hoger, meestal zwart in het midden, met zo van die veren aan de zijkant. En als je erop springt, dan vlieg je zo heel hoog. Nee, dat is iets met dingen. Zo. Een springkastel. Nee. Springen. Ja, je kunt erop springen. Het is iets met een bus. Een auto. Een busauto. Nee, dat is niet waar. Ah, nee, met een tram. Een tram. Een trampoline. Ja, ja. Een trampoline. Oh, dat ben ik. Maar een trampoline, dat dient om op te... springen. Oké. Nu, er staat hier in mijn boek dat jullie soms ergens anders op springen. Of inspringen.
Zetel. In de zetels. Oh, in die zetel. Nee. In de zetel thuis. Zetel thuis, hè? Ja. Waarom mag dat niet? Nu. Want dat is een nieuwe zetel. Dat is een nieuwe moment dat het is mocht voor. Ik wou juist afspreken met de kinderen dat ze eens heel, heel voorzichtig in deze zetel springen. Maar dat het een allerlaatste keer is dat je dat in eender welke zetel gedaan hebt. Je mag er nog één keer iets springen, van hier aan lopen en springen erin. En dan nooit. Ja, voilà. Wel een zetel is om te zitten. Ja, ze doen het gewoon, hè. Ja, ik. Voorzichtig, hè. Maar turnen moet je in de turnenschool of in de turnenzaal doen. Hè? En springen op de trampoline en de zetel, voilà, zoals dat jullie nu doen. Om te zitten. Maar ik denk dat ze thuis nog erger doen. Ja. Ik kan nu zitten. Nee, dat vind ik heel goed. Ja. Maar... Kom nog eens even bij mij staan. Er staat hier nog iets heel, heel belangrijk en iets heel knap in mijn boek over jou. Zwarte Piet, eens even luisteren, want dit is heel belangrijk, wat ik heel knap vind aan de Stef. Hij zorgt enorm goed voor zijn zus. Amai. Zwaar, hè? Ja, dat vind ik een heel dikke proficiat en een heel groot applaus voor de Stef. Dat is juist. Wacht, misschien. Nee. Cadeautjes? Ik moet eerst iets vragen aan jullie. Hebben jullie mijn chocolade gevonden? Ik heb dat van de week, op de nacht. Van vrijdag op zaterdag. Ja, ik heb dat opgegeten. Was dat lekker? Ja. En ik heb nog een klein stukje. Dan ben ik gerust dat je het gevonden hebt. Nu, de cadeautjes die stonden er ook al bij, hè? Stef, Elie, de cadeautjes die stonden er ook al bij. Of niet, was alleen maar chocolade. Alleen maar chocolade. De cadeautjes ook. Alleen maar chocolade. Zwarte Piet? De cadeautjes. Mag het misschien wel? Zwarte Piet, kijk eens in de zak. Misschien dat je daar wel. Is dat moet je al het speelgoed in de tafel zetten? Ja. En dan kunnen ze er zelfs naar kijken als ze weg zijn. Oké. Dat is misschien een goede optie. Door bij de keuken volgens mij. Ah, oké. Dat is goed. Keukenbollen! Oh! Dit wordt voor de keuken. Amai, amai! Ik heb nog een beetje gezien. Nice, zeg, dat is wel leuk. Maar jullie hadden toch maar eventjes staan en kan je er zelfs mee spelen. Ik kan al zien! Want... Nog wat extra licht. Oh, mama! Is dat een cadeautje voor de mama bij? Ja, voor de mama. En nu een snackmand voor de mama. Voor mij. Voetbal? Ja. Nee, dat is voor mij. Een voetbalgoal, ja. Twee goals. Nee, deze is voor mij. Een voetbalgoal. En deze is voor Kantebel. Ja. Dat is best. Steven, kom maar eens eventjes. Kom maar eens even. Ik wil nog eens iets vragen. Dat ik zie, jullie hebben een heel mooie uniform aan. Ja. En jullie krijgen hier misschien ook nog wel lekker eten en zo, hè? Ja. En als je thuis honger hebt, wie is er dan gaan winkelen? Mama en Pietje soms. En jij ook soms. En de papa ook misschien? Ja. En de papa en ook. En tante Mel, zorgt die ook goed voor jullie? Ja. Zwarte Piet, heb jij... Een idee? Nee, voor die grote mensen hier. Een cadeautje. Want ik vind dat je dan... Ik heb het eens gedaan. Ik heb het. Een klein gatje. Oh ja, nee? Dat is van al het gerucht. Wacht, ja, ik heb een idee. Eline, Stef, Eline, kom dan eens eventjes. De Zwarte Piet is de cadeautjes voor de grote mensen. Vergeten. Maar willen jullie nu eens iets doen? Ja. Willen jullie alle grote mensen hier? Ja. Is een hele dikke knuffel en kus geven. En erbij zeggen,
Dank u dat je zo goed voor mij zorgt. Als cadeautje, dat zou Sinterklaas heel tof vinden. Doe dan maar iets mee. Ik moet planning doen. Dat je zo voor mij zorgt. Nee, allemaal samen. Ja, zo goed. Jij moet dat niet zeggen. Als ik niet meer kan, hè? Dat is vakkendag, hè? Als vakken ook. Ja, dan moet je dan u. Je krijgt ze samen, zeg maar. Dank je. Als vakken nog, hè? Een dikke knie, hè? Kies, hè? Oh, shit, dat is. Dan spring je op je hand. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Oh, is dat snoep? Oh, de Zwarte Piet is hier eigenlijk wel gezellig, hè? Ja, ja, absoluut. Ik vind je muziek hier goed, hè? Ja, alhoewel, ik weet het niet. Blijven we nog eventjes. Weet jullie wie dat tot daar is? Nee. Dat is mijn chauffeur. Chauffeur. Nice. Hebben we nog tijd om hier nog wat gezellig te blijven zitten? Of? We moeten eigenlijk vertrekken in de plaats. We hebben nog maar kindjes. Het is hier zo plezant. Spijtig. Ja, echt. Ik vind het ook wel jammer. Zeg maar, anders spreken we niet eens af voor volgend jaar. Ah ja, dat kunnen we doen. Misschien mogen we volgend jaar, komen we volgend jaar wel terug. Maar dan moet je wel braaf zijn. Hè? Misschien en, ook dat. En niet meer springen in de zetels, hè? Nee. Ah, oké. Okay. Willen jullie nu nog één ding doen voor mij? Liedje? Ja, maar niet zomaar een liedje. Mijn lievelingsliedje. Willen jullie mijn lievelingsliedje nog zien? Ja. En kennen jullie dat? Ja. Zo, dat is goed. Bij Sinterklaasje. Ja, inderdaad. Willen jullie dan opzingen terwijl ik vertrek? Ja. Eline, jij hebt mijn staf weggezet, hè? Ja. Kun jij die nog eens even gaan halen? Anders krijg ik hier nooit meer uit je zetel. Ik zal mee helpen, want ik ben sterk. Is dat maar Elin ook? Kijk maar eens. Kijk maar eens. Kijk maar eens. Dank je. Oké, dank u. Is die nodig? Mag ik dat nu proberen recht te staan? Ja, moet jij. Met mijn knieën en zo, is dat allemaal niet zo? Ja, ik ben sterk. Ja, dat gingen wij nu zingen, maar gingen we zingen. Dat is een kinderen, kinderen. Ja, ik kom dan. Kom aan. Goed, lieve kinderen. Blijf zo verder doen. Niet meer springen in de zeteltjes. En dan zie ik jullie misschien volgend jaar terug. Ja. En in de giegel misschien ook. Lieve mensen, allemaal tot volgend jaar misschien. Dag allemaal. Ja. Dag. 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 Sinterklaasje, dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje. Dag. 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 Dag.